Wij zijn vandaag hier in Hengelo bij elkaar op een prachtige locatie om met elkaar de betekenisvolle dagvisie een boost te geven zoals wij denken dat het goed is voor de hele organisatie. We hebben gemerkt dat het heel belangrijk is voor de cliënt. Een betekenisvolle dag is namelijk 24 uur het leven van de cliënt. En het is niet een daglocatie en het is niet een woonlocatie. Nee, dat zijn wij als medewerkers om te zorgen dat die ontwikkeling, dat die kennis, dat alles wat met die betekenisvolle dagvisie zit, samen met onze strategische visie, die opdracht hebben we om dat in de toekomst met elkaar uit te dragen. Ja, we hebben het hier over de betekenisvolle dag en dat je op heel veel verschillende manieren kunt interpreteren. Dat we heel erg nog denken van wat vinden wij een betekenisvolle dag voor de cliënt, maar dat het heel erg gaat van wat vindt de cliënt een betekenisvolle dag. Dat we veel meer daarna moeten gaan kijken dat de cliënt veel meer de regie heeft om te bepalen over zijn of haar leven. Zeggen dat ik hier vandaag echt wel weer nieuwe dingen heb opgestoken. Je merkt dat je toch ook verschillende mensen weer tegenkomt. Ik werk zelf op een dagbesteding voor hele jonge kinderen. Vanuit daar neem je weer je eigen inzichten mee. Maar is het ook heel mooi om dingen te zien vanuit cliënten die ouder worden. Maar ook vanuit daar heb je wel weer dingen dat je denkt, nou, dat kunnen we bij ons op de locatie ook wel weer heel mooi toepassen. Dag, heel interessant weer. Je komt toch in discussie met collega's. Hoe kijkt iemand er anders tegenaan? Je merkt ook altijd dat het ook heel verschil is waar iemand werkt, welk niveau cliënten je hebt. Alles wat wij hier vandaag met elkaar delen, kunnen ze gebruiken in hun eigen locaties om de betekenisvolle dagvisie meer bekendheid te geven. Want we merken dat we nog steeds denken in een systeem. Als we wonen en dagbesteding nou maar samen doen, komt het goed. Maar we moeten echt kijken naar de toekomst. Hoe gaan we die invulling nou daadwerkelijk op een andere wijze invullen? Gewoon eens even toch ook op je eigen locaties kijken van joh, wat doen we nou en hoe kunnen wij nou toch een nieuwe blik kijken naar dingen, out of the box kijken, gewoon weer opnieuw de doelen stellen, zeg maar. Ik ben hier samen met een andere collega al, dus we gaan samen ook binnenkort in de teamvergadering een terugkoppeling hiervan geven. En ook met de cliënten ook vooral in gesprek van wat maakt voor jou een dag nuttig, betekenisvol.